Hallo, ik ben Silvio en dit is mijn vlog voor het Sios. Ik woon hier in het prachtige Elst, samen met mijn moeder en mijn zus. Toen ik 2 was, gingen mijn ouders scheiden. Het ging niet zo goed, dus daarvoor die keuze. Mijn vader woont nu in Hoofddorp samen met mijn halfbroertje. En dat is mijn situatie. Mijn motivatie voor het Sios is dat ik later iets wil doen in de sport. Als sportleider en mensen graag wil helpen om hun doelen te bereiken. Wat ik met het Sios wil gaan doen, dat weet ik nog niet precies. Ik zat te denken misschien aan iets van personal trainer of zo. Maar ik moet nog allemaal even uitvogelen hoe en wat ik leuk vind. Mijn verwachtingen van het Sios is dat jullie mij helpen, ondersteunen, leren hoe ik een echt sportleider word. Ja. Ik ben hier nu op Sportpark De Pas, voetbalclub Elista. Voetbal hier zelf ook, bij Elista 1. En ik heb hier heel mijn jeugd gevoetbald vanaf de F'jes, vanaf dat ik 5-6 jaar was of zo. Ik train hier nu achter mij, de jongens onder 15-1. En ik heb daar net de warming-up mee gedaan, dus die ga ik laten zien. Ja. Dat was de warming-up. Ik vind het belangrijk dat ze goed de warming-up uitvoeren, dat ze geen blessures lopen. En deed ik eerder ook al bij mijn andere team. 2 jaar geleden de jongens onder 13-2 getraind. Daar deed ik ook altijd al een warming-up en ik vind dat heel belangrijk. Dit was mijn vlog voor het Sios. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De groeten.